Beste mensen, goedemorgen, welkom. Dit is dag 4. We hebben nu een lekker appartementje met uitzicht op het circuit. Dus we worden al lekker wakker door de auto's die hier steeds langs rijden. Nee, heel veel. Ik heb wel Alex, ook goedemorgen. Lekker op maandagochtend. Cold start, GTI. Het is alleen geen beetje cold meer, maar wel een cold start. Oeh, cold start. Cold start, lekker. Nou, we gaan hoor. Even starten. Dat is toch mooi. Dat is toch mooi, hè? Nou, kan luiden, kan luiden. Lekker. Zijn soort. De voorkant die is gewoon gedronken. Ik schrok gewoon nog hoor. Lekker man, hier moet je filmen joh. Nou, 600 LT, gek! Als je voorbij komt, 600 LT zonder deur, maar... Nee, zo makkelijk instappen zo. Dan is het wel, ja. Met de stoelen van de Senna. Deze ding aan de zijkant. Wat is die camera voor leeg weggereden trouwens? We hebben hier ook nog de GT2 RS MR Manti Racing. Echt, die vleugel is zo bizar groot. Nu hier de SLS van Chemie Black Series. Nu getuned door Rentec. Vanavond zien we hem op het circuit. Hij heeft ons net verteld dat hij echt super luid is. Dus we gaan zeker even langs het circuit kijken. Als hij de baan op gaat. Daar zijn we weer. Hey Paul, hoe voelt het om aan de top te zitten? Hoog. Knopjes. Huh? Knopjes. Oké, okay, we hebben nu dus het idee om naar Keulen te gaan. Daar is de nieuwe Koenigsegg Gemera die we gezien hebben. Ja. Maar die kunnen we nu van dichtbij checken als het goed is. Dus we gaan die kant op. En dan misschien daarna gaan we nog weer terug naar Düsseldorf, naar de Koenigsallee. Don't touch anything. No, nothing can be up to 400 degrees centigrade.
It is so clean. Do you drive it often or? Once in a while. It has 11,000 kilometers now. Okay. It's pretty much, it's 9 years old, so that's not too much. No. Oké, mensen, dat was de 177. Compleet onverwacht. Hij reed ons tegemoet en we waren met 5 auto's. Dus gelukkig was er ruimte. We gingen gelijk allemaal omkeren achter die auto. Want ja, dat is maar een auto die je eens in je leven ziet. Maar goed, dit weekend heeft zo'n rare wending. We hebben zoveel verschillende dingen gedaan. Ook nu weer, we gaan naar Keulen Motorworld om dus de nieuwe Koenigsegg te bekijken. De Yesgo Absoluut. Hoe heet die andere Koenigsegg ook alweer? Gemera. Oh ja, de Koenigsegg Gemera. Die hebben we natuurlijk niet echt van dichtbij kunnen zien eergisteren. Dus gaan we nu een kijkje naar nemen. Ik vergeet het bijna te zeggen. Maar we hebben hier ook nog een leuk rijtje. Oh, DBX rechts. Met Aston Martin staan. DBX. Oh ja, de nieuwe DBX ook nog. Bende van de Lenden dit, jongen. Hij noemde je Alex. Ik noem niet weer Alex. Alex, je bal. Gratis? Waar we nu toch weer beland zijn. Wat vet. X-9. F-Type Project 7. Wat een auto serie. Moet je dit ook zien. Ja hoor. Daar zijn we. Er is niemand. Ja, deze auto is hier. En er is gewoon bijna niemand. En we zijn er gewoon. We zijn er. Ja man, bro. Ik moet lachen, maar ik kan het niet zien. Weet je goede foto's? Heel veel. Hele goede foto's. Wat vind je hier nou van? Gestoord. Kijk hoe weinig mensen hier zijn, er is hier niemand. Wat moet je er anders van zeggen, hè? Deze auto's. Hallo. Jullie staan weer aan de top, hè? Paul, sta je nou weer aan de top? Zo, ik voel me wel laag. Ik voel me wel heel laag nu. Ik kom naar boven, ik wil ook wel bij de top horen. Waarschijnlijk wel. Zo, deze Aventador S. Wat een kleur, zeg.
even naar boven gelopen. Dus dat is de collectie van Michael Schumacher. Heel bijzonder dit. Die race pakken we ook de jaren heen. Een bizar dit, joh. Dat is echt heel bijzonder. Ook denk dat zo groot die Formule 1 auto's zijn, hè? Ja, die Mercedes daarachter. Ja. Dat ding is echt mega. En dan heb je hier, heb je een Fiat 500 tussen staan. Dat je even vergelijkt met zo'n Formule 1 auto. Dat is toch geen gezicht dit. Nu zat het ook weer helemaal vol. De auto's die bovenop elkaar gestapeld zijn. Als je het zo bekijkt als ze tussen het glas staan, is het net alsof je allemaal kleine schaalmodelletjes hebt. Maar dan gewoon echt. Kijk, een mooie Bentley. Dat is ook niet echt interessant meer natuurlijk. Dit is ook een leuke. Dit is een Amphicar uit 1961. Deze auto kan je dus letterlijk mee het water in. Dat is toch wel iets wat je gewoon een keer gehad moet hebben, hier moet je kijken. Gaaf. Nee, Jesper. Ja. Deze is wel leuk voor jou, voor op de Nürburgring. Nee, koop je voor je jongen, die kan je zo kopen. Ze rijden zo de ring over. Kun je gewoon een C63 kopen. Ja. Besef. Of dit, of een CD60. Zo, dat was Zo, dat was nogmaals Motorworld Keulen. We gaan nu richting Düsseldorf. We gaan over Keulen rijden, kijken of we aan staan. En dan ergens even wat eten of zo. We zien wel hoe de dag loopt. Lekker man. Heerlijk. Ben je doof? Oh. Ben je doof of niet? Nou, dat scheelt niet veel. Dat is normaal van die tunnel. Op de een of andere manier in die tunnel knalt hij gewoon zo hard. Ja, niet normaal, hè? Ja. Dat bleef ook maar gaan, joh. Welkom terug. Waar we het weekend begonnen zijn, eindigen we nu weer. Zo, een drukje. Hey, ja? Was er geen flitspaal in die tunnel? Weet ik niet. Merk vanzelf. Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar... Ik kreeg hem wel, die man. Oh, ik niet. Zo mensen, even tussendoor. Paul had gelijk, er stond inderdaad een flitspaal in de tunnel. En ik ben nu thuis, we zijn ongeveer 2 weken verder. En ik heb nu dus 2 brieven op de mat liggen. Uit Düsseldorf. Dus ik ga even kijken wat het is. Zo, de challenge. Ik heb 2 mooie foto's opgestuurd gekregen. 12e hart. En hier deed ik 11e hart. Ik zei net voor de grap, nou het zal misschien 30 euro zijn. Inderdaad, beide foto's of boetes zijn 15 euro. Dus mocht je nou een keer in de tunnel rijden in Düsseldorf, let dan op je snelheid. Want het is natuurlijk een klein bedrag, maar alsnog, het is zonder geld. Hebben ze lekker asociaal neergezet, maar dan staat hier toch een dikke R7. Maak
komen. Hier staat Bilotti. Nee joh. Ja. Het heeft het toch lang geduurd. Ja, gaat goed hoor, gaat goed. Zit er lekker bij de mee. Ik heb echt lang stil. Later. Tokkie GT, jong. Laten we even horen dan. Dat zeg je ook, zeg je altijd. Hey, later. Zo mensen, het was weer een compleet gek weekendje Nürburgring. We hebben echt van alles gezien, we zijn overal geweest. We zijn ook in Düsseldorf geweest. En we tikken nu inmiddels de 1000 kilometer aan in één weekend. Dus ik heb het echt het idee dat we overal in Duitsland geweest zijn. Goed, we hebben zoveel echt bizarre dingen gezien in de afgelopen weekend. Het is gewoon allemaal niet te benen om te tellen al die hypercars, supercars die we gezien hebben. Maar goed, dit was hem weer voor deze keer. Het is nu maandag. Het is maandag toch? Ja. Ja, het is maandag. ik ben het helemaal kwijt. Donderdagochtend gaan we weer richting Nürburgring. Gaan we uiteraard ook weer lekker video's maken, weer lekker rondrijden. Dus ik zie jullie bij de volgende vlog en bedankt voor het kijken. Laters. Ciao.